dribbel daar kan doorgaan. Hij draait die bal op de paal en dan in de herneming de goal van Hoefkes. En intussen een opstootje op het veld. Supporters die op het veld zijn gekomen, net zoals gisteren in Anderlecht. En de wedstrijd wordt gestaakt, de wedstrijd wordt stilgelegd. Erik Blaro roept de spelers van het veld. Ongenoegen bij de supporters van Sint-Truiden. Kijk die gezichten. En dit is een gebaar naar Barry Hulshoff, die volgens de supporters nu wel mag opstappen. Dit is de trainer van Sint-Truiden die dus serieus onder vuur ligt. Barry Hulshoff, moeilijke dagen voor hem. Supporters op de tribune hier die het allemaal aankijken. En intussen komen de spelers opnieuw het veld op. De wedstrijd heeft zo'n 7 minuten stilgelegen. En we kunnen er opnieuw aan beginnen nu. Partij. Isaias komt die bal daar terug. En krijgt hem nu weer aangespeeld. Opening voor Philippe Viers. Die draait goed en ja, dat is een kans die hij niet laat liggen. Het is 0-1 voor Sint-Truiden. Hun eerste mogelijkheid meteen raak na goed 11 minuten spelen. Philippe Viers met zijn tweede van het seizoen. Mooi in de draai. En Willox geklopt. 0-1. Vrije trap voor Sint-Truiden. Net buiten het strafschopgebied. En ze hebben twee specialisten. Teppers. Zij net. Vorige week scoorde hij zo nog. Emmeran. Met Elias. Nog te weinig gezien in de partij. Want bij KV Mechelen kunnen ze de spitsen nauwelijks bereiken. Nijs tekort. Van Oud. Jawel, het is 1-1. Blunder in de verdediging van Sint-Truiden. En Joris van Oud straft dat af. Voor hem zijn vierde al van het seizoen. De korte terugspeelbal van Nijs. En Van Oud er goed tussen. Mooi op Wiebertje voorbij Belic. En de bordjes weer in evenwicht. Terwijl Sint-Truiden de betere ploeg was. Teppers. Voorzet richting Bram van Geel. Willox met de vuisten, maar hij krijgt die bal niet erg ver. Van Geel kan hem weer voorbrengen. En dan op de paal door Eddy Dieriks. Een minuut of 7 voor de rust. Sint-Truiden dicht bij een nieuwe voorsprong. Voets. De Lorge. Goeie voetballer. Die jonge Peter de Lorge. Teppers voor Bram van Geel. Goeie save van Willox. Kansen komen er nu toch. Uiteindelijk Willox op die trap van de Lorge. Corner snel genomen door Elias. Krijgt die bal nu terug en gaat voorzetten. Van Oud. Goeie save van Belic. Dat is het koningskoppel van KV Mechelen. Elias met de voorzet. Van Oud altijd voor de goal. De Busseren met de ingooi. Elias, goed diep gespeeld. En de goal van Steven Ribus. Op slag van rust komt Mechelen toch nog op voorsprong. Het domineerde ook na die gelijkmaker. En nu een goede doorsteekbal voor Ribus in de korte hoek. Belic liet zich daar verrassen. En het is 2-1, ook meteen de ruststand. Allebei naar Steven Ribus. Countermogelijkheid voor KV Mechelen. Met ook Tom Peters die komt aansluiten. En dan vinden we Emmeran die graag en vaak oprukt daar aan de rechterkant. Van Geel om tweeken. En Joris van Oud die zijn hoofd niet goed tegen de bal kreeg. 2 minuten ver. Broek won het van Dieriks. En dan goed meegegeven voor Elias Ribus. Het was de beste kans uit de tweede helft. Bijna halfweg zijn we. Steven Ribus bijna zijn tweede. Mechelen dat rustig blijft controleren. Af en toe tegenprikt Elias voor Ribus. En die vindt er net een niet. Willox tot bij Van Hout. Goeie balcontrole van Joris van Hout, Elias, Kaluwe, Emmeran.
Zouden ze bij Mechelen toch al moeten weten dat hij altijd naar voren loopt. Knap meegenomen door Peters. Die gaat zelf afdrukken. En zo blijft Mechelen de betere ploeg. Hollands. Bal te ver van de voet. Kaluwe zat ertussen. Emmerau, knap gedaan. Goede voetballer hoor. De Fransman. En prima ingespeeld van Peters voor Joris van Hout. Elias vraagt de bal. Goeie save van Belic. De kansen blijven voor Malinois. Dat is geen kwaaie bal voor Voets. Die kan op snelheid komen. En veel volk voorin. Dieriks gaat mee. Sammy Greve er net ingekomen. Zat er wel tussen. Goeie tikkel van Van den Broek. En nu Elias opnieuw. En dan verwachten ze allemaal dat hij zelf een actie gaat maken. Dus mag Joris van Hout veruitwijken. Krijgt daar nu toch de bal. Hij probeert zelf wat. Gaat door. Nu de voorzet. Elias. Knap afgelegd die bal door Steven Riebus. Maar Elias kan niet besluiten. 10 minuten nog te gaan. Peters. Nijs met een lange bal. Johan Bal verslikt zich daar. En Mertens scoort. Hij zat absoluut niet in de wedstrijd. Maar hij maakt er wel 2-2 van. En net als in de eerste helft, de libero die zich verslikt. Dit keer Johan Bal naast Steven Nijs. Mertens profiteert om er 2-2 van te maken. 5 minuten voor tijd. Nog 2 minuten te gaan. Een vrije trap voor KV Mechelen nog. Met Frits Emmerau achter de bal. En de goal! Alsjeblieft, Mechelen haalt het toch nog. En het is João Elias. Die buitenbeeld een mooie flik maakt. En kijk eens de blijdschap. De vrije trap van Frits Emmerau. En dan Elias helemaal ongedekt. Die kan daar de bal voorbij Belic koppen. Bijna 3 minuten in de toegevoegde tijd. Isaias nog met een vrije trap. Een verwoed slotoffensief voor KV Mechelen. Nijs! Prima save van Willox. Willox nog met een doeltrap. We spelen al 3 minuten over. En